Ik vind luistertesten echt de minst leuke testen. We gaan hem direct even nakijken. Dat is een O. B. Ik weet niet wat het is met Pieter. Sommige kinderen vinden het raar dat ik mijn best doe voor school. Nou, ze heeft 3 punten. Farid heeft een 5. Een 6. Maar dat kan niet. We moeten de test opnieuw doen. Mevrouw, we moeten het echt opnieuw doen. Volgende keer beter. Dan ga je gewoon door. Check dat. Dat is te huilen, man. Dat is zo goed gedaan. Ik heb ook een 6 gegeven. Ik heb nu bijna een onvoldoende. Uit de bok. Heb jij toevallig mijn toetsplaatje meegenomen? Serieus? Ik heb een 6, man. Kom op. Het is toch niet normaal dat hij zo heftig reageert op een cijfer? Gaan we nog een keer laten huilen? Boys, je bent zo kinderachtig, man. Laat hem gewoon, man. Boeien. Ga hem niet lopen pesten, man. Nou, als jij het niet grappig vindt, loop ik toch gewoon lekker door. Moet je mond houden voor mij en voor me, ja? Hij spijt krijgen, ja? Ja. Nou, wat zij tegen mij zei, dat was ook niet lekker. Helemaal wel. Wat ik zeg, was gewoon lekker. Hey, ik bedoel pruilip, Pietertje. Oh ja, pruilip. Had toch gewoon met rust, man. Echt, laatste waarschuwing dit, ja? Doe dan. Kappen, man. Hey! Ja. Meekomen. Topweek wordt het. Ik heb straf gekregen. Ja, dat weet ik, maar... Laat ook maar. Vegen, zei ik, hè? Je moet niet de vloer aaien. Ja, benieuwd of de jongen ook nog over mij gaat klagen bij Formers. Dan is het al helemaal lekker. I'm sorry.